vind sporten altijd gewoon, ik heb het altijd zelf heel graag gedaan, wat dan ook. Ik was ook altijd gewoon met gym super fanatiek. En ik heb ook altijd wel een soort van bewondering gehad voor topsporters en voor atleten. Wow, hoe vet zou het zijn als je van echt ergens heel goed in bent en daar gewoon elke dag aan kan werken. Je doet het omdat je het leuk vindt en omdat je zelf ambities hebt en die wil je nakomen. Aan de andere kant voel je je inderdaad heel erg bevoorrecht dat je de vrijheid krijgt om hier je leven nu van te maken. Ik train 12 tot 13 keer in de week. En daarvan zijn gemiddeld 2 krachttrainingen. En dat zijn niet mijn favoriete trainingen. Ik weet waar ik het voor doe, dat sowieso. En daarnaast, een atletisch lichaam is ook wel mooi. Ik ga het WK in de dubbel 2 starten, samen met Nicole. Ik ben best wel sterk en kan daardoor lang sterk ritme afdwingen. En Nicole die roeit gewoon heel makkelijk. Ik heb denk ik nog nooit zo lekker geroeid als met Nicole. Het tweeveld is heel spannend. 5, 6, 7 ploegen die heel dicht bij elkaar liggen. Maar het is ook Amsterdam en het is ook een WK. En dan ga je natuurlijk gewoon voor de goud.